Vandaag gaan we het hebben over squats en kniepijn. Ik was ongeveer 2-3 maanden geleden was ik aan het squatten en ik voelde wat in mijn knie. Ik denk, vervelend, laat ik niet al te erg doorpushen. Laat ik even een paar kilootjes eraf halen en weer opnieuw. Ik had nog steeds last van mijn knie. Ik denk, nou, kan wel eens gebeuren tijdens zo'n training. Dus ik kom een week erop, ga ik weer trainen. Ik denk, laat ik even, weer, misschien was het een toevalletje. Laat ik een knie wrap, een strap omdoen. En ik denk, ga weer squatten. Weer een beetje last. Uiteindelijk de oorzaak, ik ben bezig met afslanken, te veel volume in mijn programma en een manier van squatten. En ik wilde blijven squatten, wat alleen dan zonder kniepijn. Dus ik denk, wat kan ik gaan doen om nog steeds te gaan squatten, alleen dan zonder kniepijn? Er zijn er twee variaties die ik fantastisch vind, één iets beter dan de ander. Nummer één, dat is een pin squat. Dus wij leggen die barbel aan onze nek, we squatten gewoon naar beneden. Die barbel die stopt op een pin. En vervolgens nemen we een hap adem, spannen we de buik aan, gaan we weer omhoog. En wat dat doet, dat is die kracht. Stel je voor, ik ben aan het squatten, ik pak 150 kilo, ik kom naar beneden. Dan is er een punt onderin je squat waarop die 150 kilo even 300 wordt. Want je hebt die omkeerkracht. Hè? Die 150 kilo komt omlaag, paf, en dan moet je omhoog. En die piekspanning, dat zorgt er dus voor pijn in mijn knie. Want het gewicht is gewoon even net iets te veel. En dan kan je natuurlijk veel lichter gaan squatten, maar ja... Ik wil gewoon fatsoenlijk blijven trainen. Dus die kracht die hebben we eruit gehaald. Omdat we gewoon 150 kilo paf neerleggen. Weer een hap adem nemen. En weer met 150 kilo gaan starten. Dat is variatie 1. En variatie 2 is een box squat. Ik denk dat veel van jullie wel weten wat een box squat is. Heerlijke oefening. We leggen die barbel in onze nek. We pakken een houten plio box. Daar squatten we op. En dan worden de bovenbenen worden ondersteund. Dat is iets fijner als we helemaal opnieuw moeten starten zoals bij een pin squat. Hè? Die box squat die ondersteunt je billen. Je voelt die kracht op die hamstrings en die billen. En vanaf daar ga je weer omhoog. En dat heeft precies hetzelfde effect. Dat zorgt dat die piekkracht even weg is. Dus als je de volgende keer pijn hebt aan je knieën tijdens squatten. Dan kun je nog wel zwaar blijven squatten. Alleen dan met een andere variatie. Dat is altijd proberen waard. Dit was Raymond Schultz. Dat is Strength.nl. Ignite your fire and grow stronger.